Vandaag laat ik jullie zien hoe je zelf een insectenhotel kan maken. En hiervoor hoef je helemaal niet zo handig te zijn. Kom mee. Dit is de ontbijtzaal. Hiervoor leggen we wat blaadjes, wat mos en wat houtwol neer. Hier kunnen de tortjes lekker eten. Dag lieve mensen, mijn naam is Lars de Wit en ik wil jullie weer welkom heten bij een nieuwe aflevering van tuinmaterialen.nl TV. In deze aflevering gaan we een insectenhotel maken. Insecten zoals bijen, lieve heersbeestjes en vlinders zijn natuurlijk goed voor je tuin en met dit hotel helpen ze een handje. Vandaag laat ik jullie zien hoe je zelf een insectenhotel kan maken en hiervoor hoef je helemaal niet zo handig te zijn. Kom maar. Voor deze klus heb je nodig de duimstok, het potlood, de zaag, de boormachine en natuurlijk de schroeven. Maar als alternatief voor de boormachine en de schroeven kun je ook de hamer en de kleine spijkertjes gebruiken. Voor de bee and breakfast heb je natuurlijk ook materiaal nodig. Denk hier aan plaatmateriaal wat je niet meer gebruikt, maar een oud kistje is ook genoeg. Maar ook oude bladeren, mossen, een oude bezem kun je allemaal gebruiken om toe te voegen aan het insectenhotel. Zolang je maar een dak kan maken, zodat de insecten droog in het hotel zitten. We maken het insectenhotel 30 centimeter breed en 50 centimeter hoog. Maar omdat er ook een puntdak op komt, moet ik hem nu natuurlijk schuin aftekenen. En wat een handige tip is, kijk, je hebt hier al een 45 graden hoek. En daarmee kun je precies, als je hem langs het hout houdt, dan hoef ik alleen maar vanaf het puntje, kan ik zo de schuine lijn trekken. Mooi, hè? We zagen de plaat op maat met de decoupeerzaag. Omdat de plaat zo dun is, kun je heel eenvoudig rechte lijnen zagen met de decoupeerzaag. We hebben de plank op maat gemaakt. Nu is de kwestie van de wanden met spijkers op de achterkant maken. Ik gebruik spijkers, maar je kan ze natuurlijk ook schroeven. En pas op voor je vingers. Home sweet home, van de valk is er niks bij. Ik gebruik eigenlijk de walblok als werkbank. De walblok is 15 centimeter. Ik heb het insectenhotel 15,5 centimeter gemaakt. De diepte natuurlijk. En dan kan ik zo mijn plankje er tegenaan zetten. En dan kan ik hem heel eenvoudig veranderen en op zijn plek maken. Nu gaan we beginnen aan het dak. De plankjes zijn 8 mm dik. Dus zorg als je de eerste zaagt dat de tweede 8 mm korter is. Omdat ze natuurlijk overlappen bij elkaar. Ik zaag hem natuurlijk schuin in omdat het dak in een punt loopt. Het dak staat. Nu is het tijd voor de verschillende verdiepingen. Zo, staat dus een huis. Hoppatee. Er is nu tijd voor het vullen van de kamers. En onthoud, gebruik veel verschillende soorten natuurlijke materialen. Want elk insect komt op een andere soort af. Zoals een holle takken of bamboe. Goed voor bijen en wespen. En dennenappels zijn weer goed voor de wormen. Dichte materialen zoals houtwol, houtsnippers en schors. Daar komen vooral de lieve heersbeestjes, vliegen en torretjes op af. Wat we ook in het hotel plaatsen is kokos. Dit is 100% gemaakt van de buitenkant van de kokosnoot. En is duurzaam en blijft langer goed dan boomschors. In dunne takjes voelen vlinders zich thuis. Ik gebruik geen losse takken, maar ik gebruik gewoon een bezem. Dan waait het er niet uit en het is heel eenvoudig om erin te plaatsen. Hallo! Dit is de ontbijtzaal. Hiervoor leggen we wat blaadjes, wat mos en wat houtwol neer. Hier kunnen de tortjes lekker eten. Op de blaadjes komen schattige lieve heersbeestjes af. Omdat hier bladluis op komt, krijgen ze extra veel proteïne binnen. We doen hem lekker vol, zodat de beestjes zich goed en warm kunnen verschuilen. Wat ik nu aan het doen ben, je wil natuurlijk niet dat de kokos eruit valt bij het recht opzetten. Dit timmer ik ervoor, zodat het opgesloten blijft. Wat je ook kunt doen, is dat je hem gewoon helemaal afbakend met een plank en een paar gaten erin maakt. Dan kunnen de insecten er alsnog in.
Voordat ik hem afmaak, ga ik hem eerst een mooi plekje geven. Het beste is om het hotel boven de grond op te hangen. Het beste is een ingang naar het zuiden, want bijen vinden het vooral fijn om in de zon te zitten. En daarom heet het ook een bij en breakfast. Als je veel hommels en vlinders wilt aantrekken, zet het hotel dan in de buurt van bloeiende bloemen. Dan is het nu tijd om de laatste twee delen te vullen en we beginnen met de bamboe. We zagen de bamboe op maat af en vullen daarna de verdieping met deze buis. Zoals je kan zien, zie je hier goede holle ruimtes. Daar kunnen de bijen goed hun eitjes in leggen. Wat belangrijk is, is dat je de splinters rondom de gaten weghaalt. Anders willen de bijen er helemaal niet in zitten. Op deze plank leggen we de dennenappels gewoon neer, zodat alle insecten gewoon lekker hun gang kunnen gaan en nog een beetje de ruimte hebben. Zo, ons 5 sterren insectenhotel is af. Heb jij nou ook meegebouwd met onze video en je eigen insectenhotel gemaakt? Stuur dan een foto naar ons via Instagram. Wil jij nou meer zien? Vergeet dan niet te liken, te abonneren en op het belletje te drukken. Bedankt voor het kijken.